Politieeenheden zullen veel intensiever hun werk moeten verrichten. De directeur operaties van het Korps Politie Suriname, Brian Isaacs, zei vandaag op een persconferentie van het korps dat het beleid binnen dit instituut zal worden omgegooid. Laat mij u aangeven dat vanuit het interim management team, de korpsleiding, we hebben gekeken naar het criminaliteitsbeeld de afgelopen periode. Dat is in kaart gebracht en we hebben dat geanalyseerd. Ik zal u vandaag niet vermoeien met een cijfermatige benadering of een cijfermatige beschouwing van de veiligheidssituatie. De criminaliteitsaanpak op het gebied van de klassieke criminaliteitsvormen, de georganiseerde criminaliteit, de transnationale criminaliteit. En we hebben gezegd, ja, wij zijn gekomen op het punt van het zero tolerance beleid dat gevoerd zal worden. Het nultolerantiebeleid houdt in dat de bevoegdheden van het KPS meer zullen worden uitgeoefend. Het toezicht en de controle van de dienst zal worden opgevoerd om het veiligheidsgevoel bij de burger te bevorderen. Politiecommissaris Rishi Akal geeft aan dat er planmatig beleid zal worden gevoerd. Ook de samenwerking met de media zal sterker worden. U als mediapartner, we zien u als een van de sterke partners van het Korps Politie Suriname. En wij willen ook die samenwerking uitdiepen. Uitdiepen met het doel waar u en wij achter staan, is die veiligheid in die totale samenleving garanderen. Nationale veiligheid, transnationaal georganiseerde criminaliteit. Meneer Isaacs heeft het gehad over de georganiseerde criminaliteit. Laten wij als actoren, die al is het maar één kleine schakel zijn binnen die hele veiligheidsketen, laten wij ook organiseren. Akal roept de media en de gemeenschap namens het interim management team op om alert te blijven. Andere functionarissen hebben gesteld dat het nodig is dat de samenleving ook moet letten op hun bezittingen en niet met grote sommen geld moet lopen.